Ze vragen me wel eens hoe ik zo succesvol blijf. En dan zeg ik, gast, wees heel kritisch in wat je gaat rampen neer. Oh, gelukkig. Jij bent de eerste spreker op onze themabijeenkomst voor de PvdA-leden in Borculo. Borculo? Borculo? Je hit me recht in het hart. Borculo on the go. Heb je enig idee wat Borculo is? Een winkelcentrum? Of is het een kartbaan? Het is een gemeente, jongen. Geen reet te doen. En deze discussie gaat over het wel of niet extra wipkippen plaatsen in speeltuintjes. Nou, gewoon hand in de lucht voor die wipkip. Zou u iets voor het milieu willen doen? Tuurlijk, gast. Welk milieu? Het criminele milieu. Tuurlijk. Voor het goede doel doe ik alles. Het milieu is vet crimineel. Hoor maar even lekker rampeneren. Ali, ja, jou moet ik hebben, man. Wil je me helpen? Ik doe mijn ding alleen voor het goede doel, hoor je me? Camera's erbij en een goed doel en dan ga ik los. Nou ja, kijk, een fan van mij, die heeft een kapotte ijskast. Of jij er even naar wil kijken. En die camera dan? Nou, haar man die filmt dit. Oké, gast. Hey Ali, goed dat ik je zie, man. Hey, zou jij volgende week dinsdag op de grote dag voor de kleine dieren iets willen zeggen over de veldmuis? De veldmuis? De veldmuis, ja. Nou, die heeft steeds minder voedsel en mensen nemen de veldmuis gewoon ook niet zo serieus. Al die handen in de lucht voor de veldmuis. Ja, al die fucking handen in de lucht voor de veldmuis. Voor de veldmuis. Andy, heb je even voor mij? Luister, volgende week is er een wedstrijd christelijk autowassen in Capelle. En u leek het me zo leuk jouw ritueel te slachten. Dat we een knipoog naar de islam maken, snap je? Dat je ondersteboven, verkleed als lam, hangend aan een stalen buis Capelle wordt binnengedragen. En dan net als je denkt, daar gaat het keeltje, dan spring je uit het schapenpak. En je zingt iets over wijven, weet je wel, met dikke tieten. Doop, ik doe het, gast. Yo, Johan. Heb jij je een beetje bezig gehouden wat ik de komende dagen allemaal ga doen? Ik ben het een beetje kwijt, zeg ik. Ja, dan moet ik het anders even opzommen. Dat zou dope zijn. Nou, daar gaan we. Op maandagochtend ben je in Maastricht op een festivaletje voor oud-mijnwerkers. Dan meteen in de auto en dan om 1 uur in Zeeland de actie Schreeuwen tegen de Zee. Dan meteen weer door, want om 4 uur 's middag sta je dus op Vlieland. Een basketbalwedstrijd tussen Jutters op te leuken en dan even eten. Maar dan snel weer in de auto naar Groningen om dus te rappen voor het behoud van een oud stationshuisje. Oh, lekker rustig dagje, man.